Heb jij ze al gespot? De kabinetten der verwondering die verspreid over de VU-campus te vinden zijn. Deze door studenten ingerichte kabinetten laten een greep uit de uitgebreide collecties van de VU zien. Deze collecties omvatten niet alleen boeken, maar ook bijvoorbeeld fossielen, insecten en synthetische kristallen. Voor het ontwerp van hun kabinet doken de studenten de collecties in. Ik ben naar de kunstcollectie gegaan, daar heb ik een soort van ei uit. De geologieafdeling, de insecten, die komen ook van overal en nergens. En die worden waarschijnlijk later ook opgenomen in de erfgoedcollectie. Dus ik heb echt van overal en nergens heb het gehaald. Ik heb alles bekeken en dat vond ik ook echt heel erg leuk om te doen, gewoon in al die ruimtes. De 6 kabinetten hebben elk hun eigen thema, geïnspireerd op de collecties van de VU. In de erfgoedvitrine zie je dan echt meer een soort historisch overzicht. En dan heb ik en een paar andere studenten individuele vitrines gemaakt met elk een eigen thema. En die van mij is bos. En daarnaast kamer van de onderzoeker. En het idee is een beetje dat de onderzoeker dat bos ook in is gegaan. Dat hij daar een koffertje heeft laten liggen met spullen erin. Dus dat bindt het dan een beetje samen. Want ik zocht een manier om allerlei verschillende dingen te combineren in één vitrine. En nou ja, een bos, weet je, je hebt de planten, je hebt de dieren, je hebt stenen op de grond. En dat leek me een hele goede manier om alles in één te krijgen. Om de verbeelding van de bezoekers nog meer aan te spreken, schreven 2 studenten fictieve verhalen over de kabinetten. De verhalen kan je beluisteren door met je telefoon de QR-code bij de kamer te scannen. En wij hebben daar een soort van verbindende audiotour bij gemaakt. Dus we zijn ook mede-collecties ingegaan, hebben allerlei gekke objecten, opgezette dieren, dit soort vogels en flesjes die je overal ziet, mogen bekijken. En dan merk je toch al heel snel, oké, dit heeft een oceaanthema. Dit is een heel interessant object, daar kun je wat mee. En dan komt de rest eigenlijk vanzelf wel. De collecties van de VU maakten veel indruk op Laura, Isa en de andere studenten. Ja, er zijn zoveel gewoon coole objecten en waar je interesse ook ligt, er is voor iedereen wel iets wat ze leuk vinden. En sommige dingen zijn gewoon heel mooi, andere dingen zijn juist een beetje vreemd of een beetje macaber. Andere dingen hebben een heel interessant verhaal erbij. En ja, dat is gewoon echt heel erg leuk. Het is een heel goede blik in wat de erfgoedcollectie allemaal te bieden is en er is nog veel en veel meer. Dus. Wat ik zo bijzonder vind aan de VU-collecties is eigenlijk dat het allemaal ook onderzoekscollecties zijn. Dus die zijn of ooit verzameld door wetenschappers van de VU of worden zelfs nog steeds gebruikt gedeeltelijk. Ook de hele oude collecties. Dat is ontzettend interessant. En er zitten gewoon echt hele gekke, leuke, rare dingen tussen. Dus als je daar gewoon een middagje doorheen dwaalt en een beetje laadjes opentrekt, dan vind je echt hele mooie schelpen, hele prachtige gedroogde planten. Maar ook hele gekke opgezette mini-haaien en dat soort dingen. Wil jij ook de collecties van de VU ontdekken? Laat je inspireren door de kabinetten der verwondering of neem contact op met de UB.